Goeiedag, welkom bij deze instructievideo van Mercedes-Benz. Ik zit momenteel in een C-klasse uitgevoerd met een commandsysteem en ik ga wat uitleg geven over de stuurwieltoetsen. Als we kijken naar het stuurwiel, zien we daar meerdere toetsen aan linker en rechterzijde. Wij beginnen aan de linkerzijde. Aan de linkerzijde vinden wij een terugknop, een touch control en een home button knop. De touch control is voor het besturen van het digitale instrumentencluster. Door te swipen naar links en naar rechts kunnen wij deze als het ware openzetten en hierin door middel van naar boven en naar beneden te swipen van monitor veranderen. Als wij op het midden staan en wij drukken de huisknop in, dan kunnen wij hier ingeven wat voor informatie wij van het systeem willen ontvangen. Ook weer door naar links en rechts te swipen, kunnen wij de juiste informatie aanvinken. Door middel van eventueel de terugknop, kunnen wij weer terug naar het keuzemenu en eventueel wat anders aanvinken. Ook hebben wij de cruise control op het stuur zitten. Onder het rijden kan de switch omhoog worden gezet en dan zal de cruise control worden geactiveerd. Er zit een kleine weerstand in de switch. Voor de weerstand is het 1 km per uur. Drukt u hem door de weerstand heen, verspringt de cruise control met 10 km per uur. Geldt ook zo naar beneden. Met de knop resume resumeren wij de laatst ingestelde snelheid. Dus mocht u 120 hebben ingesteld en mocht u zakken naar 80, maar u wil die 120 weer instellen, drukt u weer op resume en neemt de auto dat weer feilloos over. U zou de cruise control ook kunnen cancelen. En via de rechterzijde zou je kunnen switchen tussen een cruise control en een limiter. Dus je kunt ook een limiet stellen aan de auto. Gaan wij naar de rechterkant van het stuur. Ook weer zo'nzelfde touch control met een home button en een terugknop. Deze is voor het besturen van het multimedia scherm. Dus ook weer naar links, naar rechts, naar boven en naar beneden. Door bijvoorbeeld de terugknop te gebruiken, kunnen wij één keer terug. Gebruikt u de huisknop, gaat u weer direct terug naar het hoofdmenu. De spraakgestuurdheid is hier ook gevestigd. Deze kunt u activeren door naar boven te zetten. Afbreken. De favorieten kunt u openen. En u kunt ook eventueel uw oproeplijst starten. Eventueel belletjes aannemen of afbreken. En ook uw volumeregeling is hier ook geregeld. En door hem in te drukken, zet u hem tijdelijk op stil. Voor zover de functie van de stuurtoetsen.